Nou, hi, ik ben dus Maxi-fan. Ik ben dus een hele grote Violetta-fan. Ik zal eerst mezelf voorstellen en dan zal ik mijn spullen laten zien. En dan zal ik nog wat vertellen. Ik ben dus Maxi-fan. Ik ben een hele grote Violetta-fan. Ik heb ook heel veel spullen ervan. Mijn eerste aflevering die ik heb gezien was dat Thomas de studio ging verlaten en dat Violetta zich een beetje schuldig over voelde. En dat ze met z'n allen Teacher Mjors zongen. Toen ik dat liedje hoorde, dacht ik bij mezelf: dit vind ik echt een leuk programma. Toen ben ik verder gaan kijken. En zo ben ik fan ervan geworden. Ik laat nu even een paar spullen zien. En dan ga ik verder met iets over mezelf te vertellen. Ik heb veel violette spullen. Veel dingen liggen bij mijn oma. En een paar heb ik hier. Dit is dus het violette dagboek. Daar schrijf ik vaak ook in. Er zitten ook veel bladzijden. Ik zal er eentje laten zien. Ik zal een beetje onduidelijk laten zien, want ja, er zijn echt dingen bij. Elke ken je mij niet echt, maar alsnog, het is echt een beetje echt privé. Zo. Dit is dus mijn eerste pagina. En ja, ik schrijf er heel vaak in. Ik heb ook nog de Violetta pennen. Heb ik met Martina erop. Hier, Martina. Ik ze ook. Ik heb ook nog een blauwe, maar ik weet niet waar die is. Ik heb een zelfgemaakt pennenbakje. Gewoon een plastic bakje met kleurentape. En plaatjes. Ik kan met paarden, ik kan met sportje, ik kan met Ajax. Maar ik heb hem dus met Violetta. Ik heb een karakterblad. Violetta. Karakterblad. Violetta interviews. En ik heb als het goed is ook nog een loveblad. Er staan eigenlijk alle koppeltjes op. En hoe lang en waar ze in het echt wonen. En waar ze in de film wonen. En dat is eigenlijk een speciaal boek. Dat is eigenlijk een speciaal blad. Dat zat in een speciaal magazine. Maar ik heb die magazine zelf. Het was niet van magazine. Die Violetta was geen Violetta magazine. Maar dat blad zat wel in. En dat ging wel over Violetta. Dus ik heb die blad eruit gescheurd en het boekje weggegooid. Maar die zitten hier dus in. Hier gaat dus eigenlijk over van alles en nog wat. En hier dan karakterblad. Ik heb ook het Violetta CD en Vivo. Daar zit een CD en DVD in. Oh, pardon, heb je uit mijn handen? Gelukkig gewoon bij schoot. Hier DVD en hier CD. En er zat echt een hele leuke poster in. Maar die heb ik ergens opgehangen, maar ik weet niet meer waar. Ik geloof in mijn kast. Ik heb hier van mijn magazine Doe het zelf boek met Martina aan de voorkant. En er staan echt hele leuke dingen in. Van recepten van Violetta tot hoe je kraag moet maken, hoe je tatoeages van haar moet maken en hoe je ook je tassen moet maken ervan. Het meiden magazine met Martina aan de voorkant. Er zijn ook hele leuke Violetta dingetjes in. Voor je eerste schooldag. En natuurlijk hoe je je kan omkleden of kan doen als Violetta. Ik heb veel van die spullen zelf ook gekocht toen ik het las. En dan heb ik ook nog het Violetta Magazine Special. En op één foto daarvan kan je haar oorbellen zien. En het jasje van de oorbellen van Tina, die heb ik ook. Sierin heb gebruikt. En het jasje van de oma, die heb ik dus ook. Ik zal proberen te laten zien. Het kan zijn dat hij wat donker is, maar daar kan ik er niks aan doen. Maar hier zie je het een beetje. Ik weet niet of jullie het zien. Want het is hier vrij donker. En ik zal even het jasje zoeken. En hier zie je het jasje van Alba. En die heb ik dus ook. En daarna zagen jullie als het goed is Mercedes, dus Lucinda. En ik heb ook nog ergens. Ik weet niet precies waar. Ik zal het even voor jullie opzoeken. Dan heb ik een t-shirt die Lodovica ook heeft. Die was bij het Senaat te koop. Ik weet niet waar die precies nu is. Ik zal hem even voor jullie zoeken. Ze gebruikt hem in de film. Maar ze gebruikt hem voor alles. Ik zal hem even zoeken. Als ik hem kan vinden. Als ik hem niet kan vinden, ja. Dan vind ik het echt heel jammer. Ik wil het echt graag laten zien. Heel even kijken.
geloof dat ik hem heb gevonden. Dus ik even goed zie. Ja, hier. Hier zien jullie het. Het is aan de linkerkant, dat topje, zeg maar. Die gebruikt ze in de film, maar ook af en toe heeft ze die aan. En natuurlijk het t-shirt van Martina. Die heb ik ook. Die heeft ze hier in de film ook aan. En ik ben echt heel blij mee, want die film heb ik best heel laag gekocht. Het was wel duur, maar ik heb er eigenlijk alles voor over. Dat t-shirtje heb ik dus ook. Ik weet niet of jullie het hebben gezien. Maar ja. Hier zijn een paar spullen van mij. Ik heb er nog veel meer. Ik heb kasten, koptelefoons, handdoeken, beddek overtrekken. Maar dat ligt allemaal bij mijn oma. Dan heb ik ook nog. Ja, sorry hoor, dat is de hond. En dan heb ik hier ook nog mijn magazine van Violette, de poster. En dan heb ik hier nog een foto van Diego, Martina en George. Nou, dit heb ik net niet verteld, maar dat ging ik nog wel even doen. Voor mezelf ben ik Portugees. Ik kom dus vaak in Portugal en ik ga daar vaak naar concerten. Helaas kan ik hier nu niet bij zijn. En dat vind ik echt heel erg. Ik heb maar één handtekening en dat is van George. Daar ben ik ook heel zuinig mee. Maar ik wil graag meer handtekeningen en zo. En ik vind het heel lief van jullie dat jullie... Het is echt heel lief van jullie dat jullie dat voor mij gedaan hebben. Een paar van jullie voor mij de handtekening willen vragen of proberen. En naar mij toe willen sturen en foto's en zo. En dat vind ik echt heel lief van jullie. Dus daarvoor wil ik een paar mensen daarmee ook bedanken. Ik ken namelijk niet alle namen, maar ik me over de zaal doe ik het mij even zo. En aangezien ik zei het net al, ik ga vaak naar Portugal. En ik heb een paar concerten geweest. En Portugal is de buurland van Spanje, zoals jullie het weten. En Violetta heeft vaak concerten ook in Spanje. Nou, en ik heb in Portugal sinds pas ook de cd uit van Ludovica Comella. En een paar van jullie waren die hebben. Ik heb daarom ook gezegd, als ze niet te duur zijn, wil ik een paar van jullie meenemen. En dat ga ik in een wedstrijd of ik weet nog niet hoe. Ik moet eerst kijken of ik ze kan kopen en of ze niet te duur zijn. Nou, hier zien jullie ook... Oh, laat maar, ze is alweer weg. Laat maar. Nou ja, dat was het dan zo'n beetje. Sorry, je had de achtergrond hoorde je de hond. Nou, dit was het dus. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. In mijn volgende vlog, in mijn volgende blog, in mijn volgende filmpje laat ik meer foto's, video's en dat soort dingen zien. En ik laat ook meer spullen zien die ik heb. Ik ga proberen spullen bij mijn oma hier naartoe mee te nemen. Maar ik weet niet of het lukt. Maar ik ga het proberen. Ik heb binnenkort sowieso mijn filmpje voor de kast van Violetta. Hierbij zeg ik nog één keer. Als je mee wilt doen, kan dat. De informatie staat op mijn profiel. En voor maandag. Maandag ga ik het filmpje maken. Dus of het voor maandag kan, heel graag. Want dan maak ik het filmpje. En als je dan nog mee wilt doen, of je doet er mee, of je wil nog meedoen, dan kan je laten weten wanneer je de foto of video maakt. Of als je nog mee wilt doen, wie je dan wil zijn. Ik heb alleen nog de jongens. Voor al die jongens kan je nog kiezen en checken. Iedereen is verder is het al bezet. Dus en Leon en Andreas is ook, en Maxime zijn ook al bezet. Daar kan ik nog even bij zeggen. Verder is kan iedereen nog kiezen. Geen meiden meer, maar wel de jongens nog. Nou, dit was het dan. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. En mijn volgende foto en video. Hoop ik ook meer dingetjes kan laten zien. Nou, bedankt voor het kijken. En je kan me altijd abonneren. Of je kan als er iets is, kan je me altijd via Hangouts bereiken. Of via Facebook. Nou, dank jullie wel voor het kijken. En dit was het dan. Doeg!